Hallo mensen, welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo lieve kijkers, vandaag ga ik moxalesi maken. Ik heb jaarpesi gekocht. Dat is een soort pesi die komt uit Suriname. Lekker, die heb ik bij Badri gehaald. En dan ga ik dat koken. En dan ga ik ook een beetje blakke ei-pesi erin stoppen. Weet je, van al die pesi's, bonen, daar ga ik moxalesi maken van. Heerlijk wordt het. In die moxalesi ga ik kippendijvlees zetten. Die ga ik fijn snijden allemaal. En dan ga ik in de moxalesi stoppen. Ze zijn lekker aan het koken. Dan ga ik die straks als het kook is, ga ik hem overgieten en dan ga ik wassen. En vervolgens de jaarpesi, die is hier aan het koken. Zo, dit is al gekookt. De jaarpesi, die is ook al gekookt. Maar die water van die jaarpesi, die ga ik wel bewaren. Want die gaat de kleur geven van de moxalesi. Zo, de olie is heet. Nu uien, knoflook en peper. En nu hij is al gebakken, dan ga ik lekker kip eieren erin gooien. Die stukjes al heb gesneden. Ga ik die lekker bakken. Een heerlijke gele moxalesi, zo moet ik zeggen. Maar ik maak het helemaal op mijn eigen manier met jaarpesi en blakke eipesi. Hij gaat lekker, hij moet eerst een beetje bakken en dan komt de rest bij kijken. Weet je, als ik kook, kook ik echt speciaal. En heerlijk ook. Hier heb ik garnalen, kleine garnalen, die ga ik ook erin zetten. Je mag van alles gooien in een moxalesi. Dus ik zet een beetje garnalen ook erbij. Het is gedroogde garnalen, die heb ik laten inweken in warm water. En die allemaal gaat mee bakken voor de lekkere smaak. Zo. Die is al mooi gebakken. Dan ga ik de pesi erin gooien. Die gemixte pesi, blakke eipesi en dit, bruine pesi. En dit allemaal ga ik lekker bakken met de kruiden. Dan komt de zout erin. Een beetje kippenpoeder, een beetje witte poeder en een beetje kurkuma om het geel te krijgen. Dan wordt het een gele moxalesi. Ga ik 1 kilo basmati rijst zetten erin. Die heb ik laten inweken, een beetje in water, zo 5 minuten. Heb ik het laten gieten en nu ga ik erin gooien.
lekker gele moxie aleisi. Met heel veel bonen, blakke haipeesi en jarpeesi. Garnalen, kipfilet, kipdijfilet en een beetje kruiden. Hier heb ik de jarpeesi water wat ik had opgevangen en kokosmelk. Dat heb ik hier in. En die gaat hier. Zo. Heerlijk. Ik heb 1 kop rijst van dit. En dan gooi ik 1,5 kop. Totaal met andere melk en zo. 1,5 kop water weer erin. En zo moet hij gaan op zachte vuur. Moet hij gaan koken, sudderen. En dan is hij klaar. Ziet er heerlijk uit. Even omdraaien. Wordt een heerlijke maaltijd. Vergeet niet liken, subscriben, comments geven en notification knop drukken voor de volgende video. En nu is hij klaar. Dan ga ik hem opscheppen. Lekker gele moxie aleisi. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Agar aapko mera video pasand aaye, subscribe karna, like karna, comments dena aur notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Fir milenge, bye bye.